De Gulden Sporenslag. Op 11 juli 1302 was het dan zo weer. De twee legers zouden eindelijk tegenover elkaar komen te staan. Het Vlaams leger had zich opgesteld achter diverse beken en grippels voor de muren van de Start Kortrijk op de Groeningenkouter. De Franse bevelhebber Robert d'Artois staat aan het hoofd van het Franse leger en slaat de goede raad om op 11 juli 1302 te wachten met de aanval tegen de Vlamingen in de wind en valt aan. De Vlamingen konden niet eindeloos lang in de volle zon op een aanval wachten en zouden uiteindelijk hun sterke posities moeten verlaten. Robert d'Artois wou een snelle overwinning en wilde niet wachten, waardoor hij de aanval inzette. Kort voor het middaguur breekt de hel los. De Fransen voeren angst jagende charges uit in hoop om de Vlaamse linies te doorbreken. Maar, tegen alle verwachtingen in, houden de Vlamingen stand. Met hun piek en goede dags werpen de Vlamingen honderden ridders van hun paard. Zij slachten de ridders en de edelen koelbloedig af. Ook Robert d'Artois overleeft het bloedbad niet. Na enkele uren vichten blazen de koninklijke troepen de aftocht. Ze moeten 500 vergulden ruitersporen achterlaten. Vandaar de benaming Gulden Sporenslag. Bijna twee jaar weet het graafschap Vlaanderen zijn onafhankelijkheid te handhaven. Vooral eerst de Fransen weten terug te slaan waardoor de Vlaamse graaf genoodzaakt is vrede te sluiten met het verdrag van Ati Sur Orge. Het graafschap Vlaanderen krijgt een zware belasting opgelegd hierdoor en wordt opnieuw een Frans leen. Vlaanderen ontsnapt wel aan een aanhechting bij het Franse kroondomein. Zoals het bijvoorbeeld een eeuw vroeger was gebeurd met Normandië. Robrecht van Bethune volgt zijn vader op als graaf van Vlaanderen en wordt de nieuwe leerman van de Franse kroon of koning.